Hey! Hey. Oh. Alleen maar energy. Wie drinkt dit als je mag? Wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Camping Night. Vandaag ben ik in het zonnige Brabant. Grapje. We gaan natuurlijk weer iemand uitdagen om een week lang geen toegevoegde suikers te eten. Vandaag zijn we op de camping bij de familie Nagelkerk. En ik heb deze doos bij me. The Secret Stash. En hier gaan de producten in die zij een week lang niet mogen eten. En die gaan we verzegelen. Zo, ze hebben een mooi plekje hier. Oh, die deur. Hé, wat hebben jullie een mooi plekje hier. Ja, dankjewel. Graaf. Ik begrijp wel dat je op de camping zit. Hi. Hoi. Jessica. Jan. Hi. Guusje, Jessica. Fleur, Jessica, hallo. Ik ben op de camping op bezoek bij de Nagelkerkjes. En jullie moeten vooral abonneren op hun kanaal. Ook op die bij jou. Ja, precies. Jessica Mendels en de Nagelkerkjes. En deze familie met 8 kinderen gaat een week lang geen toegevoegde suikers eten. Gaat dat lukken? Nee. Ja. Nee. Ja. Ja hoor, dat gaat wel lukken. Papa zegt dat ja, het gaat lukken. Ja, één ding. Mag je rode wijn drinken? Jij mag wel een glaasje rode wijn. Oké, nee, dat gaat lukken. Zo, piece of cake. Nou, om jullie te helpen heb ik wat spulletjes meegenomen. Ook snoep, jongens. Ik heb ook snoep. Ja! Ho, ho, ho. Ik zou die dan bewaren voor... Ja, voor als je echt een keer zin in een snoepje hebt. Nou ja, vandaag mogen jullie nog suiker, want jullie gaan nog niet beginnen. Dit gaat zo meteen allemaal terug in die doos, hè? Nou, die ga ik er nu bij pakken. Secret Kom. Box. Wat staat erop? Wie kan er al Engels secret, lezen? Secret, geheim. En wat staat er nog meer? Is daar nog iets? Stash. Secret stash. Dat betekent de geheime voorraad. Want er zijn producten die jullie dus deze aankomende week niet mogen eten. En die gaan we hierin stoppen. En dan gaan we hem verzegelen. En dan moet hij 7 dagen dicht blijven. En dan als de challenge voorbij is, dan kunnen jullie hem openmaken. En dan mag je het weer eten. Maar misschien zeg je wel, nou, het hoeft van mij niet meer. Want ik weet nu dat het niet zo goed voor me is. Dus ik doe het niet meer. Wat denk je dat er hierin moet? Hagelslag. Ga maar pakken. Oranje. Ga maar pakken. Jam mag pas jam heten als het voor 50% uit toegevoegde suiker bestaat. Dan mag pas jam heten. Dan mag pas jam heten. Anders heet het fruitbeleg of fruitspread. Onvoorstelbaar. Ja, dat is een beschermde naam. Deze. Nummer 3 is chocoladepasta. Oh ja. Deze heb je wel ook suikervrij, maar dan zit er een zoetstof in. Doen we die erin, want hij zit al vol. Oké, in de secret stash mag ik ze? Zit veel beleg. We hebben vlokken, hagelslag. Dat is wel echt heel Nederlands ook, hè? Dat chocola op je brood. Jam, chocopasta en marshmallows. We gaan hem dicht doen en hij mag pas weer open als de 7e dag van de suikerchallenge voorbij is. Oké? Mag ik zo plakken? Ja. Hier, we moeten een sticker. Hier moeten we heel goed aandrukken dat hij niet open kan zonder te scheuren. Ja, moeten er 3 op. Eentje, daar doe jij die? Nee, iemand moet hem daar bovenop de kast zetten. Papa, ja, dat kan zo. Dat je er niet bij kan. Kan papa geven? Mogen we dit aan de mama? Nee, ook niet. Ik wil graag even in jullie koelkast kijken. Mag dat? Ja. 3, 2, 1. Nou, laat eens even kijken. Zo. Jullie hebben alleen maar drinken. Yes. Ja, chocomel. Fout. Ja, dat is met suiker en druivensuiker. Dus die helaas. Ja, deze ook met invers suiker en fructose. Maar deze, volgens mij is deze, welke is dit? Zoetzuur. Ja, ook suiker. Deze met zoetstof. Is dat ook suiker? Nee, die mag. Die mag. Yes. Wat staat hier? Er staat iets weg. Heeft iemand dat expres weggekropen? Als ik het zelf maak, dan gooi ik er altijd heel veel suiker weg. Ja, maar ik heb deze thuis. Dus ik weet dat die dan suikervrij moet zijn. Deze dan. Hier zal wel suiker in zitten. Ja, hier zit wel suiker in. Nee. Deze. Oh. En bier? In pils zit geen suiker toegevoegd. Oh, dan mag ik ook eentje. Nee, je mag niet. Oh. Je bent nog geen 18. Die staat aan het blikje, dat is een goeie, denk ik, hè? Hey! Oh. Alleen maar energy.
Wie drinkt dit als je mama, nachtdienst hebt? Niemand. Ik drink dat niet. Wie dan? Mama drinkt dat. Heel af en toe. Alleen mama. Een beetje voor je vodka. Heel af en toe, maar er staan er 2, 4, 6, 8, 10, 11. En in de schuur ook nog. Wij halen altijd alles in training. Oh ja, en in groot handen. Staat ook nog. In de schuur ook nog. En ze mogen ze 1 of 2 keer in de week mogen ze een blikje fris. Dus op zich krijgen ze die heel vaak bij ons. Nee, die is van mij. Oh ja, deze is van mij. Ginger. Suiker. Nou, ik denk dat die koelkast gewoon lekker vol blijft de hele week. Ja. Waar zien jullie het meest tegenop? Waar liggen de uitdagingen? Ja, een beetje wijn voor mij, maar dat mag. Ja, een groot wijntje mag. Uit eten, we gaan wel 2 keer in de week uit eten. Ja, nou ik moet zeggen, sinds ik geen suiker meer eet, eet ik meer friet. Want over het algemeen is friet natuurlijk aardappel, olie en zout. En frikadellen? Ja, daar zal het ongetwijfeld aan toegevoegd zijn, ja. En waar denk je dat, zitten er nog ergens knelpunten dat je zegt van, oh met die... krijgen we wel een drama met zus of zo? Ja, ik denk Madelief met de chocoladepasta. Die is vergroeid met de chocoladepot. Oh ja. Ja. Wil jij graag chocoladepasta eten? Wat ga je nou deze week eten? Kaas. Kaas. Tosti's maken. Oh, lekker. En misschien kan papa nog wel met cacao iets in elkaar draaien. Ik wil gewoon cacaoboter maken. Nou, jij kan dat veel beter bedenken dan ik. Nu maar zo even. Ja, jij bent er al heel lang mee bezig natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar ik heb heel vaak chocoladepasta's gemaakt, maar het is altijd de houdbaarheid die het is. Je moet dan eigenlijk gewoon elke paar dagen opnieuw maken, een klein beetje. Dus, maar bij jullie hoef je niet een klein beetje te maken, want jullie zijn gewoon met veel. Dus dan kan het gaat allemaal op bij ons. Precies. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Alles gaat op. Ja. Je hoeft bijna nooit weg te gooien. Nee. Het enige wat wel eens is dat je te veel rijst kookt of... veel pasta en maken. Dat deden we dan ook wel eens in de vriezer, maar ja, dan kom je dan naar de jaren dat tegen. Werkt wel zo niet. Dat is ook weer te weinig om nog een keer te gebruiken. Ja, precies. Ja. Nou, je moet denk ik wel heel creatief zijn deze week. Ja. Nou, op zich, het avondeten vind ik niet zo moeilijk. Nee. Nee, want als je bijvoorbeeld aardappelen, groente, vlees of rijst, dat kan allemaal. En ik hoorde dat je je pasta al zelf maakt van gezeefde tomaten en niet met een potje waar saus in zit. Dus dat komt goed. Maar, als er een moment is dat je denkt... Nou, dat moet ik nou eens even vragen. Of je zit er doorheen, of je hebt een tip nodig, of je wil even reflecteren met me, bel me gewoon. Je mag me bellen, je mag me appen. Ik ben gewoon deze 7 dagen jullie hulplijn. En, hulplijn en die mag je gewoon gebruiken. Goed, dank u. Nou, dit is natuurlijk gewoon een lunch, hoe je de komende dagen kan gaan lunchen. Want hier staat nu, oké, dit doet niet mee. Maar dit is zonder toegevoegd suiker. Lekker eitje, kaas, ketchup. Wil je ketchup bij je ei op? Ik heb nog nooit, dus deze nu wel. Is het lekker? Lekker toch? Chili is lekker erbij. Ik heb nog ketchup. Dus je hoeft er niks aan te missen. Nou, ik heb heerlijk geluncht, jongens. Dankjewel. En helemaal al zonder toegevoegde suikers. Ik zou het heel leuk vinden als je onder in de comments achterlaat waar jij nou het meest tegenop ziet om 7 dagen te moeten missen als je een suikerchallenge zou doen. Nou, bedankt voor de gastvrijheid, jongens. Ik vond het heel gezellig. En ik ga weg voor de afwas. Bel me, hè? Doen we. Succes! Doeg! Etiketten lezen is een belangrijk onderdeel als je wilt minderen met suiker. Wil je weten of dat er suikers aan het product zijn toegevoegd? Dan kun je dat op 2 manieren op het etiket zien. Allereerst kijk je naar de voedingswaarde. Op de voedingswaarde staan de hoeveelheid calorieën beschreven, maar ook de hoeveelheid koolhydraten en waarvan suikers. Bij de waarvan suikers kun je zien of dat er suikers in het product aanwezig zijn. Nu weet je alleen nog niet of dat dit suikers zijn die van nature in het product zitten, zoals bijvoorbeeld bij zuivel of fruit, of dat ze zijn toegevoegd. Voor dit laatste kun je kijken bij de ingrediëntenlijst. Op de ingrediëntenlijst staan de ingrediënten van het product op volgorde van de hoeveelheid die ze in het product zitten. En zie je in dit rijtje bijvoorbeeld suiker staan of een van de andere benamingen voor suiker, dan zitten er suikers aan het product toegevoegd.
En wat zijn we aan het doen, dames? Boodschappen. En we hebben al een paar dingen gezocht zonder suiker. We hebben dit. Pesto, dat kwam op je boterham in de ochtend met kaas. Nou, we gaan naar de kassa, dames. Ja. En is onze eerste 5 minuten suikervrij. Zijn we net mee begonnen. Ik heb al kaas op mijn boterham. Iedereen heeft kaas op zijn boterham. Mag ik een kaas? Stan zit te mopperen, want jij vindt dat drinken heel lekker, hè? Ze maakt echt naar niks. Nee, dan kun je gewoon bij de water drinken, maar dat zei ik al. Ja. Dus nou, tot nu toe gaat de challenge goed. Wat ik wel merk, Jan, jij wilde vandaag ook al een handje snoep pakken of een koekje of een stuk chocolade. Je denkt, oh nee, dat kan niet. Een stuk chocolade met de kassa doen en daarom los. Dat wel. En zelf merk ik dat ik minder ook wel pak overdag. Mijn drinken pak ik ook minder. Normaal pak ik altijd wel een glaasje siroop of franja. Thuis hebben we dat niet, suikervrij. Dus de boomwater is niet zo lekker. Dus heb ik eigenlijk heel de ochtend niks gedronken. Dus dat is ook niet goed. Dus daar moet ik even nog een balansje in gaan vinden. Frietjes op het zwembad. Maar helemaal aangepast aan ons dieet. Met de ketchup van, hebben we gegeven. Fles. Echt? Ja. En zo kunnen we toch frietjes eten. We hebben jullie... Ik weet al dat die lekker is. Appeltaart. Suikervrije appeltaart. In onze suikervrije week. En is het nou heel anders als appeltaart met suiker? Nee. Valt het wel mee? Het is wel lekkerder. Bijna niet. Nou, alles klaar voor onze suikervrije barbecue. Kijk hoe goed het kan. Suikervrije sausjes. Zelfgemaakte pasta salade. Aioli zonder suiker. Tomaat mozzarella, paturijn zonder suiker, meloen, salade, stokbrood. Het is niet suikervrij, het is zonder toegevoegde suiker. Zonder toegevoegde suiker. Maar ik vind dat jullie het heel knap gedaan hebben. We hebben het echt wel echt volgehouden, vind ik. Dus vandaag mochten we een beetje suiker. Ja, en jullie hebben het ook niet gemoeten van ons, hè? Jullie mochten meedoen. Jullie waren heel enthousiast. Ja. Echt heel enthousiast. Dag familie Nagelkerk. Hallo. Hallo. Hey, hoe is het gegaan? Nou jongens, vertellen jullie het eens. Goed. Nou, vertel maar. Mandelief? Ja? Wat? Wat heb je het meest gemist? Hagelslag en pasta. Hagelslag en pasta, chocoladepasta. Dus hebben we het echt heel goed gedaan. Ik vond het eigenlijk nog niet zo moeilijk. Alleen dat ijsjes... ijsjes. Ik bedoel ze in de ijsje omdat het zo warm was. Maar voor de rest vond ik het niet zo moeilijk. En ik heb suikervrije appelflappen gemaakt. En suikervrije appeltaart heb ik thuis gemaakt. En heeft ze nog nieuwe inzichten gegeven? Ja. Nou, we gaan wel een koek voeren in de bakkerij. Die zonder toegevoegde suikers is. Dus een appelkoek. Ja. Met noten. Ja. En we gaan met amandelschaafsel. Dus we gaan een zonder toegevoegde suiker appelkoek maken. En we gaan die zijn optimaal. Nou, die kom ik graag een keer proeven hoor. Ja, welkom. Dat is een les die we wel geleerd hebben, ja. Bij het ontbijt stond er altijd dubbel fris en yogo en chocomel op tafel. En dat gaan we vervangen door optimaal en thee en water. Ja, dat klinkt goed, jongens. Ja, ik denk dat ik het meest heb afgezien. Maar ik ben helemaal met alle suikers gestopt, zeg maar. Dus ik heb wel, en wat ik dan het meeste miste, was toch wel vanmorgen mijn boterham met hagelslag. Ik ben benieuwd hoe het over een paar weken is, of er dan nog blijvende veranderingen zijn. Maar voor nu doe ik een duim omhoog. Ik vind het hartstikke goed nu gedaan allemaal. Nou, dankjewel. Tot voor de kinderen. Heel goed gedaan. Nou, lekker die doos openmaken en... Die is al open. Die was vanochtend al open. Okay. Maar let even op. Tot later, jongens. Houdoe. 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 Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. En vergeet niet op het belletje te drukken. Houdoe.